Je hebt als merk, je hebt als producent verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid moet je zelf nemen. Dus je moet je niet erop voor laten staan dat je duurzaam iets maakt. Dat mag je wel communiceren, maar moet je niet erop voor laten staan. Maar je moet vooral iets goeds en iets moois maken. Als je er dan voor zorgt dat het heel mooi is en ook niet te goedkoop, dan zullen mensen er zuinig om zijn, er zuiniger mee omgaan. En dat is eigenlijk het allerduurzaamste, door niet te veel te wisselen en niet te veel te kopen.